Hallo? Hallo? Waar is Jonas? Jonas ligt, zit niet op de zetel. Oei. Moet ik nu een opdracht verzinnen? Oei, oei. Ja, ik weet niks hoor. Oei. Ben aan het denken. Wat zouden we doen vandaag? Wat zouden we doen? Ja, ik weet niet. Jonas? 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 Ja, ben hier. Oh, hallo. Hallo iedereen. Adoki, hoe is het? Ja? Goed? Ja. Zo. Dag iedereen. Als meneer. Ik hier voor de camera. Zo willen verdwijnen, of alleszins een beetje voor de lens, dan gaan we beginnen met de opdracht vandaag. Dacht vandaag, het is mooi weer, dan gaan we eens insecten maken. En ja, insecten vinden overal dus, kun je overal zien. Met heel veel verschillende materialen, gewoon karton, wat PVC van een fles, wat ijzerdraad en wat nietjes en wat tekenmateriaal. Kan eigenlijk al heel mooie dingen maken. En ja, dat ga ik doen vandaag. Wat heb je nodig? Loki heb je niet nodig, maar ik kom er altijd bij. Wat hebben we nodig? Karton. Eventueel wat PC. PVC, PC, dat is een computer. PVC, wat stiften, een schaar, plakband en ijzerdraad. Ik had nog mooie ijzerdraad, maar die is weggebleven. Ja, ah. Wat ijzerdraad. Goed. En als de kindjes kunnen kijken wat dat we maken, want anders zien ze het niet. Oké, ah, even daar. Ja. Goed, Loki is even naar buiten gaan kijken. Wat, hoe maak je een insect? Een insect heeft dus een lijfje, een hoofd, hè, en vleugeltjes en pootjes natuurlijk. En het beste wat je mee kan beginnen is met karton. Iedereen heeft karton. Kijk, dat is van mijn nietjesmachine. Dat is karton. Dus daar kunnen we al mee beginnen. Of karton uit een schoendoos. Mijn collega Anton, die heeft voor mij heel veel karton gespaard. En ik gebruik dat voor alles en nog wat. Dus zeker goed, omdat het is vlak. Heeft niet zo van die ribbeltjes. Dus ik kan mijn insect zo groot maken als mijn karton is. Hoe start je hiermee? Je begint eigenlijk met het tekenen van het lijfje van het insect. Nu, ik ga een tor maken. Dus een tor heeft zo'n rond ovaal lijfje eigenlijk. Hè. En ik hoop dat jullie dat goed zien. Eigenlijk, alles bestaat uit rondjes, dus ik teken gewoon een rondje. En misschien weet je dat, maar een tor heeft ook wel een beetje een hoofd. Like een pimpampoentje, dat is ook wel een soort torachtig, denk ik. Denk het wel. Dus zo, dat is ongeveer mijn tekening. Mij hoor je al aankomen. Ik ga dat gewoon uitknippen. Voilà. Dan mag weg. Nu, met een zwarte pen, een zwart stift, kan ik natuurlijk dat wat meer definiëren. Hè. Ik kan zo een mooie tekening erin maken. Ook een leuke opdracht om zo wat symmetrie erin te steken. Ik heb al een keer gesproken over symmetrie. Symmetrie is dat ongeveer alles, als je het midden neemt, de ene helft gelijk is aan de andere helft.
Zeker in de dierenwereld en in de plantenwereld is er heel veel symmetrie te vinden. Hè. Zo. En ik doe dat random. Random wil zeggen gewoon een beetje fantaseren, een beetje. Zoals ik. Zo, voilà. Hier heb ik mijn symmetrisch. Het is de tekening van mijn tors. Misschien moet die mooi inkleuren. Je kan dus zo gedetailleerd mogelijk als je wil werken. Zo. Ik heb hier zo van die leuke pastelstiftjes. Zijn alcoholstiften. Zijn fluo-stiften. Dat zijn leuk dik. Daar kan je heel snel mee werken. Nu natuurlijk, ik heb met balpen gewerkt. Dus ik kan wel nog een beetje mijn lijnen zien. Maar ik vind dat niet erg. Ik hou wel van zo dat artificieel. Dat je ziet dat getekend is geweest. Ik, aan de ene kant, ik ben kunstenaar of ben leerkracht of ben maker. Dus ik vind niet dat je dat moet wegsteken. Dat dat gemaakt is. Hè. En soms is dat leuk om een keer als de toeschouwer, of je mama of je papa of je broer of zus, een keer wil zien wat je gemaakt hebt. Dat is ook zien hoe je dat gemaakt hebt. Het is een keer belangrijk. Hoe je het gemaakt hebt is even belangrijk als wat je gemaakt hebt. Misschien zelfs nog belangrijker. Ja, met verschillende stiftjes kan ik nu wel tekening maken. En Loki wil blijkbaar niet in mijn ruimte zitten. Loki. Hey. Ja. Loki houdt niet van gesloten deuren. Even ingekleurd. Ik heb dat dus natuurlijk heel snel gedaan. Jullie kunnen er nog veel meer detail in brengen en aanbrengen. Maar ja, ik doe het dat jullie zelf kunnen beginnen natuurlijk. Hè. Stap 1. Eventueel kunnen we die nog ook nog wat zwart maken. En als je zeker een pimpampoentje. Als je naar een pimpampoentje kijkt van onder, dat is ook zwart. Hè. Oei, wat ben ik hier aan het doen? Ik ben mijn tafel aan het vuil maken met mijn stiften. Dus best iets eronder leggen. Dan maak ik niet vuil. Als je op aan de keukentafel werkt of zo. Of op de mooie bureau van je papa. Of wat. Leg iets eronder. Hè. Een krant. Of een stukje karton. Papier. Ja. Zo. Wat gaan we eerst doen? Een tor heeft een schildje. Dus, en vleugeltjes. Dus een schild kan ik maken van PVC. Je kan gewoon tekenen, knippen, hoe dat je denkt te knippen. Maar ik heb van die stiftjes die permanent zijn. Ik vind dat wel makkelijk om even eerst mijn schildjes zo wat voor te, als je het kan zien, voor
te tekenen voor ik aan de PVC hang. Kijk. Ja, dat past daar vrij goed op. Hè? Cool. Ja, goed. Maar nu heb ik een tweede nodig. Niet dezelfde, eigenlijk een omgekeerde. Want het is het spiegelbeeld van elkaar. Dus ik ga gewoon van mijn PVC, dat ik gerecupereerd heb van een drinkfles. En dan netjes zo. En als ik dat omdraai, heb ik twee verschillende schildjes. Zo. Ik heb die dus van een drinkfles gerecupereerd. Van Iloki, ja. Als je dat doet, een drinkfles, een PVC-fles restaureren of gebruiken, doe hem plat, duw hem plat. Dus niet maken dat er geen lucht in zit. Nooit in stekken. Dus nooit stekken om aan je PVC te komen. Altijd plat duwen en dan knippen. Anders kan je heel veel pijn doen. Voilà. We hebben schildjes, misschien nog vleugeltjes ook, want eigenlijk hebben die ook vleugeltjes, hè. Ja, misschien moeten we nog kleine vleugeltjes maken. Dan heb ik hier wat vleugeltjes. Soms zie je dat niet, maar... Torren hebben vleugels. Echt waar. Klein, maar leuk. Zo, de vleugeltjes. Nou, ik kan zelfs met mijn permanent stiftje. Als je dat niet thuis hebt, ja, dat geeft niet. Doe je maar met wat je hebt. Zo'n permanent stiftje is wel leuk. Bijvoorbeeld zo die adertjes. Zo die adertjes van een... adertjes van het insectje erbij te tekenen, hè. Heel oké. Wat heb je gedaan vandaag buiten slapen? Mijn baasje gehabiteerd, hè? Ja, ik heb dat nodig, dank u wel. Oké. Maar wat maak je dat vast? Nietjes, machine. Hoe je dat allemaal zien. Eerste zijn de vleugels. Eerst de vleugeltjes vastmaken. Voilà. Dan de schildjes. Ja. Andere vleugeltjes, dat is wel leuk. Misschien kan ik ze in twee doen. Met één. Zou het wel lukken met eentje? Ik probeer met eentje zo die schildjes vast te maken. Dat gaat lukken, Loki. Ik weet niet. Ja, hè. Dat gaat lukken. Voilà. Ja. Oké. Okay. Een tweede keer. Ja, dat is al beter. Voilà. Dat is al de bovenkant. Cool. Nu nog de onderkanten. Torren zijn insecten. Dus quizvraag: hoeveel poten? 4? 6? 8? 6. Torren hebben 6 poten. En wat dat zegt, ik had al wat ijzerdraad. Ik heb hier wat zilverdraad. Dat is ijzerdraad uit zakjes. Ik ga een beetje mooier ijzerdraad gebruiken. Zo. En ik ga gewoon drie
stroken van dezelfde lengte. Voilà. Voilà. Ik maak ze gewoon een beetje vast aan elkaar en ik draai ze een beetje rond. Dus ik heb die gewoon rondgedraaid. En natuurlijk ga je mij weer horen afkomen. Maar we gaan dat vastzetten. Omdat die een beetje verschillen van lengte, dat geeft niet. Hoe gaan we dat vastzetten? Je hoort mij ook al afkomen met onze nietjesmachine. Voilà, ik heb die dus vastgezet. Met onze nietjesmachine. En dan kan je die pootjes zo wat vormen, hè. Vorm geven aan die pootjes, zo. Ah, voilà. Nu zou het dan normaal gezien kunnen staan. Voilà, heel oké. Gaan we een keer bekijken. Dus zo hebben we mijn eerste insectje. Tweede insectje. Vorige was mijn libel. Voilà. Zo maak je insectjes. Met Jonas en Loki.